ons bedrijf, mijn bedrijf Mind Services Suriname, heeft eerder meegedaan met de CEO's-beurs. We hebben daaruit ook de nodige resultaten verkregen, dus het heeft zin om er naartoe te gaan. En niet alleen zin, het is natuurlijk niet allemaal om reclame en advertisement voor je eigen bedrijf. Het is ook het doel waar je het voor doet, dat je dus eigenlijk kan bijdragen in het ontwikkelen van deze business in Suriname. We zijn inderdaad een van de bedrijven die een beetje voorloopt hierop. Ik kom zelf uit die wereld, dus ik weet eigenlijk waar het hele spelletje naartoe gaat, laten we het zo zeggen. En daar hebben we ook heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren om hierin mee te kunnen gaan. En het resultaat is dat we dus eigenlijk de eerste local company zijn die ook als platinum sponsor, dus op hetzelfde niveau als de grote oliemaatschappijen, inzetten en meedoen aan die beurs. Dat heeft twee redenen. Inderdaad loop je voorop, je wordt er zo naartoe gestuurd. En het is nu het moment om eigenlijk je stempel te drukken als bedrijf in wat je kan doen in deze business, wat er mag komen in de toekomst. De specifieke bijdrage is eigenlijk dat je dus jezelf tentoonstelt. Dat buitenlandse investeerders, ook lokale bedrijven, eigenlijk zien wat je doet. En uiteraard gaat het uiteindelijk allemaal om business, hè. We kunnen heel emotioneel over al die dingen praten. Maar het gaat uiteindelijk om business, money talks. En de rest kende van die zin. Maar je bijdrage is het leren aan lokale bedrijven dat het kan. Het woord local content wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Dat is ook een van de dingen welke kar wij proberen te trekken namens de bedrijven hier in Suriname. Je kan het allemaal zelf. En dat tonen we nu aan, dus sowieso als grote sponsor binnen te komen. Dat vergt een hoop geld ook. Het is geen goedkope zaak. Maar je wil het goede eruit halen. Eén, dat je business groeit. En twee, dat je andere mensen ook kan ondersteunen, kan adviseren. Ook buitenlandse potentiële investeerders kan aantrekken en hun kan adviseren hoe het traject hier te doorlopen en daar succesvol te zijn in je investering. Dat natuurlijk hoort allemaal bij het groeiplaatje waar Suriname in naartoe gaat. Dit zijn allemaal gesprekken, allemaal relaties die gemaakt worden met dat als doel van hoe gaan we dit later, hoe gaan we Suriname echt zo mooi en groot maken. Het gaat gebeuren, geloof me. Zeer zeker, want de ervaring die je opdoet, ik zou het eerder willen verwoorden, de connecties die je opdoet, heel veel netwerken, dat is het belangrijkste aspect eigenlijk. De connectie die je legt met andere bedrijven, daar zijn al samenwerkingen uit voortgesproten vanaf de vorige de CEO's-beurs. Dus het heeft sowieso resultaat. En voor iedereen, voor buitenlandse bedrijven, voor lokale bedrijven. We hebben nu al 2, 3, al 4 bedrijven ongeveer, waarvan we er 2 sowieso op die beurs hebben ontmoet. De andere zijn via mensen contacten daarmee in aanraking gekomen. En dat zijn allemaal zaken die je kan gaan doen als inderdaad die olie-exploitatie begint. Je bereidt het nu al voor. Maar dat is dus inderdaad het hele doel van zo'n beurs eigenlijk. Zeer zeker. We hebben dus dit jaar ook hoog ingezet als gevolg van de resultaten van vorig jaar. Dat heeft zakelijke voordelen meegebracht met zich. En, dus als je het vergelijkt met wat we nu gaan doen, dan zou je dus exponentieel meer resultaat moeten kunnen halen. Als je kijkt naar de hoogte van je inzet eigenlijk. Dus ik ga er zeker vanuit dat er nu nog meer resultaat voor het bedrijf komt als gevolg van aanwezigheid op die beurs. En natuurlijk, iedereen heeft het over de FID, dat is waar alles om draait. Heel belangrijk, die Final Investment Decision in dit geval van Total dan. Ik denk dat het gewoon gezegd mag worden. Het is all over in de media. En er zijn meer spelers en die gaan natuurlijk op de duur ook een FID nemen. Het is een beslissing die je neemt. Alleen moet je daar niet op wachten. De heleboel mensen zitten daarop te wachten. Ja, ik wacht op die FID, wat moet ik gaan doen? Sorry, als je daarop wacht ben je te laat. Je had al lang moeten beginnen. Hij gaat komen, die FID. Logisch, mensen die zoveel investeren in onderzoeken wat allemaal mogelijk is voor onze kust, die gaan echt niet zomaar weglopen. Het is alleen een heel gecompliceerde zaak. Het is niet iets over één nacht ijs gaat. Er moet onderhandeld worden.
Er moet heel veel onderzoeken gedaan worden. Er moet heel veel geld beschikbaar komen. Maar dat er gaat gebeuren in Suriname, dat is 110% zeker. Ik hoop dat we er goed mee omgaan. Mine Services Suriname NV. Wat we doen, een stukje historie geven, hoe we ontstaan zijn. We zijn ontstaan als een dochteronderneming van een bestaand bedrijf in Suriname. We zijn ontstaan met de komst van een van de grote goudmijnen in de tijd, toen nog Cambior. Die zijn uit Guyana eigenlijk verhuisd naar Suriname. En een zakenpartner van ons in Guyana is naar hier gestapt en heeft gezegd, hey, ik heb dit al 14 jaar lang gedaan in Guyana. Wil je dat ook doen in Suriname? Ja, en daar zijn we begonnen. Vandaar daarna Mine Services. Het Guyanese bedrijf Mine Services Limited is 20 jaar bijna onze partner geweest in Suriname. Wij hebben, om het kort te zeggen, wij voorzien de industrie, met het bijzonder de mijnbouwindustrie, de natuurlijke hulpbronnenenergie, van diensten en producten. Informeel zeggen we altijd, we leveren van ondergoed tot specials. Het ligt helemaal aan het budget van de klant. We zijn toen begonnen om die goudmijn te helpen opbouwen. Wat voor business doen we? Heb ik net gezegd. Alles wat mogelijk is. Maar onze core business is eigenlijk rigging equipment. Ik heb zelf een verleden uit de scheepvaart. Ik heb op de haven 7 jaar gewerkt hier in de, als stewardoor, dus schepen laden lossen. En er was altijd een chronisch tekort aan hijsmateriaal. Ook wat er aanwezig was, voldeed absoluut niet aan de internationale standaarden. We zijn er eigenlijk ingedoken. Het is mijn achtergrond, daar heb ik dat allemaal meegekregen. Ik ken die materie, dus dat maakt het makkelijker. En we zijn begonnen met het produceren van hijsgereedschap. Maar ook oplossingen. Bij wijze van spreken, als iemand iets heel groots, iets heel zwaars moet tillen, kunnen wij dat engineeren eigenlijk en berekenen hoe dat moet. En we kunnen de producten maken. Om het simpel te zeggen, alles wat tussen een kraan en de grond hangt, wordt meestal door ons geproduceerd. Dat was de core business. Dat is eigenlijk waarmee we gegroeid zijn. We doen nog veel meer. We doen industriële chemicaliën. We repareren al die hele grote banden voor de mijnbouwindustrie. En zo krijg je eigenlijk steeds meer erbij. Suriname is een te kleine markt om van één soort product te leven. Je gaat divers moeten zijn. En dat is eigenlijk Mine Services. Een paar jaar terug zijn we helemaal zelfstandig geworden. We hebben de Guyanese partner uitgekocht. Die heeft het eigenlijk aangeboden ook van, hey, we hebben het nu zo druk in Guyana met die olie en gas. Het is niet eerlijk als ik nog, het is onmogelijk dat ik nog aandacht aan jullie kan besteden, dus laten we als goede vrienden splitten. Zo is het gebeurd. En nu is het een helemaal Surinaams bedrijf. En met de olie- en gasontwikkelingen die komen. Ik heb als zeeman zelf in de offshore-industrie in Afrika gewerkt. En in Centraal-Amerika. En daar, je weet niet alles, het is wat verouderde kennis, maar je praat wel op dezelfde frequentie. Dus je weet waar die mensen heen willen. Je weet waar ze het over hebben. En daar spelen we goed op in. En je kan niet alles, je wil niet alles in je eentje. Dus je moet natuurlijk ook een heel sterk en goed team ontwikkelen in al die jaren. En dat is gelukt. Die eigenlijk het werk uit handen neemt. En nog mooier, je gaat mensen naar je aantrekken die het beter dan je kunnen. Dat is de truc. Zorg goed voor je mensen en zorg goed voor jou. Zorg goed voor je bedrijf. En dan gaat het vanzelf. Zorg dat je aan de standaarden voldoet. Zorg dat je compliant bent, administratief. Je moet eerlijk zijn. En heel veel mensen vergeten helaas. Je moet werken. Je gaat hard moeten werken en veel moeten werken. Het komt niet vanzelf. En dat is wat we doen. En de rest is history. Ik ga hier heel eerlijk over zijn. Hè? En je wil geen enkel land tegen de schenen schoppen, maar in de industrie, eigenlijk in de wandelgang, heb je het altijd over twee modellen. Je hebt het over het Noorse model, de Norwegian model, en de Nigerian model. Wel, ik ben in Nigeria geweest vroeger, prachtig land, dus ik bedoel het niet zo. Maar de Nigerian model noemt men, je krijgt rijkdom uit de olie en gaswinningen daar. Het wordt niet goed geregeld, waardoor je allemaal problemen krijgt met armoede, met
milieuproblemen, noem maar op, we kennen dat verhaal. Dat is niet het goede verhaal. Het Noorse model is anders. Alle geld wat verdiend wordt door die business, gaat in een grote pot, in een fonds, een oliefonds. Er wordt ook in Suriname over gesproken. Ik hoop dat het gaat lukken. Want het Noorse model heb je een fonds en iedereen, of het nou de regering is, een burger, wie dan ook, een bedrijf die geld nodig heeft, kan het fonds aanschrijven. Jouw plan wordt bestudeerd en als het goedgekeurd wordt, krijg jij je geld en natuurlijk word je geaudit of je alles goed besteedt. Als we dat doen, dan zijn we in Suriname goed voor, ik weet niet hoeveel generaties nog volgen naar ons. Het Nigeriaans model wil je niet. Dat is waarbij een kleine groep heel erg rijk wordt hiervan. En de rest wordt eigenlijk armer, want alles wordt duurder voor ze. En daar willen we niet naartoe. Ik geef Suriname heel veel kans. We maken heel veel kans dat we het Noorse model kunnen gaan toepassen. Waarom het Noorse model? Er zijn meer landen in de regio die ook het oliefonds à la Noorwegen hebben ingesteld. Een van onze landen die in onze nabijheid is, die zit al 100 jaar in olie en gas. Die hebben in de historie meer olie en gas verkocht dan Noorwegen. Maar dat land heeft 8 miljard dollar in zijn oliefonds. En Noorwegen heeft, om het ten goede, ik geloof wel een triljard euro. Dus waar is het fout gegaan? Nou, die fout moeten we niet meer maken. Dat woord moet gewoon gezegd worden, corruptie. Dat moet je absoluut uitbannen. Anders gaan we blijven struggelen. En we hebben zo'n goede kans nu om hier uit te komen voor eens en voor altijd. Maar we gaan onze mensen moeten scholen. We gaan onze gezondheidszorg aan moeten pakken. Men heeft het over grote infrastructurele projecten. Dat is ook belangrijk, maar het begint nou aan die scholing en die gezondheidszorg. Want alleen een gezond en goed ontwikkeld volk gaat je land vooruit brengen. Wat voor ontwikkeling de CEOX-beurs kan brengen. Ik zou niet echt naar CEOX schuiven, dat CEOX die ontwikkeling brengt. Maar ik denk dat het resultaat van de aanwezigheid van alle mensen en bedrijven en de connecties die gelegd worden, die gaan, dat gaat voor die hele ontwikkeling zorgen. Dat gaat, bij ontwikkeling komt er een heleboel werkgelegenheid, als het goed is, als we dat goed aanpakken. Dan zal ik een simpel voorbeeld geven wat er gaat gebeuren in Suriname. En dat bij die CEOX-beurs wordt eigenlijk de basis gelegd. Dat is waar mensen gaan zeggen, hey, we gaan dit doen, we gaan zo doen, we gaan met elkaar werken. De twee grote mijnbouwbedrijven die in de afgelopen jaren in Suriname hebben geïnvesteerd, hebben, pin me niet precies erop, om en bij 1 miljard US dollar in Suriname geïnvesteerd. Dat is veel geld. We horen dat nu in de FID van Total praat men over 9 miljard. Dat alleen is al 9 keer meer dan die twee goudmijnen in Suriname geïnvesteerd hebben. Mensen hebben geen idee van wat de impact gaat zijn van alleen maar die investering. En misschien wordt het wel meer dan dat bedrag op lange termijn. En dan zijn er nog meer maatschappijen. Petronas, die heeft grote plannen. Shell is er ook geweest. Wat precies de status van allemaal is, is nu niet zo belangrijk. Chevron wordt overgesproken. Apache is met Total. Dan kan je voorstellen dat die investering nog veel groter wordt. En als dit, de enige waarover gesproken wordt tot nu toe, is 9 miljard. Is al 9 keer zo groot als wat die mijnbouwers hebben gedaan. En toen sprak men over van wauw, wat een ontwikkeling. Suriname gaat niet genoeg mensen hebben. We gaan niet genoeg bedden hebben. We gaan niet genoeg wegen hebben. Ik heb die ontwikkelingen in andere landen gezien waar ik heb gewerkt. Het is mindblowing wat er gaat gebeuren. En zijn we daar ready voor? Je bent er nooit ready voor. Ook die foreign companies zijn er niet ready voor. Je gaat het moeten ontwikkelen. Er gaat zoveel activiteit zijn in Suriname. We gaan een probleem krijgen met mensen vinden. Arbeiders, mensen die moeten werken. Ze gaan er niet zijn. Het voordeel voor de werker is dat zijn prijs omhoog gaat. Hè? Als er schaarste komt, wordt de prijs beter. Daar zitten een hoop voordelen aan. De overheid gaat, ze gaan ook mensen kwijtraken. Mensen gaan weggetrokken worden, overal. Daarom zijn we nu al bezig zo goed mogelijk voor onze mensen te zorgen. Dat gaat een beetje de impact zijn wat er gaat gebeuren, ja. Als gevolg onder andere van die beurs. Want die beurs is, vind ik wel, de keer dat er gehouden is, het centrum van connecties leggen. En networking. Oké, ik heb
Op vrijdag 7 juni om 9:40 in de ballroom van Torarica hou ik een toespraak van 10 minuten. Het gaat geen reclame toespraak zijn. Het gaat gaan over wat wij als lokaal bedrijf hebben bereikt in deze business. En wat onze ervaring is en waar we heen kunnen. En wat we denken dat er moet veranderen of verbeteren om verder te gaan. Als lokaal bedrijf en u heeft interesse in deze business, kom rustiger naartoe. Ook andere bedrijven, klanten, leveranciers. Ik zal een klein beetje aangeven. Ik ga niet de standaard corporate talk houden. Maar die kennen we allemaal al. En daar is niets mis mee. Dat waarderen we heel erg als mensen een corporate speech houden. Dit gaat down to earth zijn over wat er moet gebeuren. Het is nu een tijd van werken geworden. Het praten is nog belangrijk, maar het gaat nu veel werken worden.